Buongiorno! Hey, wat leuk dat je weer kijkt. Ik ben mijn nagels aan het lakken. Ja, roze natuurlijk. Want waarom is nou eigenlijk alles roze rondom de Giro d'Italia? Mijn fiets is roze, ik ben half in het roze. De auto, er zijn letters in het roze. En als je al goed hebt gekeken in Arnhem, Nijmegen, Apeldoorn en omgeving, zie je al heel veel dingen roze kleuren. Waarom is dat nou? Ik krijg die vraag en ik dacht, laat ik daar eens eventjes een uitlegje over geven. Want het is eigenlijk heel eenvoudig. Maar je moet het net weten. De sportkrant in Italië, La Gazzetta della Sport, die gebruikt namelijk roze krantenpapier. Dat is de hoofdsponsor of de organisator van Giro d'Italia. En ze hebben dus de leiderstrui in het roze gemaakt. En na elke etappe krijgt de leider in het klassement krijgt die roze trui uitgereikt. Dan mag hij een dag of misschien wel langer in fietsen. Ja, dus daarom is het dus de kleur roze rondom de Giro d'Italia. Ik ga zo dadelijk op pad, op mijn fiets. Ik ga de omgeving in en laat zien wat er nou allemaal zo al roze is gekleurd. Oké, tot straks op mijn fiets. Ciao. Zo, ik zit lekker op mijn fietsje. En ik ben nu bij Reden aangekomen. Oh, wel even opletten. Jo, bedankt. En nou, ik zie al behoorlijk wat roze items. En dat zijn allemaal roze fietsen. Hier komt ook de etappe langs. Dus dit is een deel van de route. Ja, en genoeg aanduidingen van de Giro d'Italia. Roze fietsen. Nou, super gedaan van gemeente Reden. Gemeente Reden is er nog. Maar ik ben in de steeg dus. En zo zie je, het gemeentehuis is een stukje roze gekleurd. En een Giro d'Italia auto in het roze. Wat natuurlijk ook heel mooi is van deze tijd. Deze mooie bomen. En als ik het goed heb, magnolia boom. Sorry mam, maar ik moet het weten. Maar volgens mij zijn dit ook magnolia bomen. Zijn namelijk in het roze. Echt te gek. En wat zie ik daarachter? Een roze vlag. Mensen verzinnen wat, hè? Roze stoeltje erbij. Zo, en ik word nog even beloond door een L. Het groep van een L in een boom. Ha, te gek. Nou, dan ben ik al heel wat roze tegengekomen. Op mijn ritje. En jullie zullen natuurlijk tijdens de... Tijdens mijn vlogs allemaal roze dingen tegenkomen, allemaal roze items. En ik zou ze benoemen, maar het is ook wel heel overduidelijk, hè? Nou, lekker gefietst. En zoals ik al zei, lekkere training erop. En tegelijkertijd kijken naar de kleur roze. Waarom is nou eigenlijk alles roze? Heb je net al gehoord. En ja, alles is dus roze. Ik doe eventjes een rondje roze in de avond. Zo zie je dat Musus, Sacrum, is ook roze gekleurd. Ook hier hebben ze ingespeeld op de Giro roze. Kijk maar,